Wie ook herdenkt is Mickey Whithaft. Haar dochter bestormde het parlement en werd doodgeschoten door de politie. The Capitol Police shot my daughter and beat people. I would like to know, you know, what the motivation behind that was. Ashley Babbitt is een heldin geworden voor Trump-aanhangers. De luchtmachtveteraan probeerde door een raam te klimmen om bij parlementsleden te komen. Babbitt werd in haar schouder geschoten en overleed in het ziekenhuis. It's sad, you know. I miss my daughter. I've been missing her for a year, you know. I would like to see this country take back its freedoms. That's what I would like, you know. How should we remember her? As a proud American, you know, as a proud, upstanding American that served this country her whole adult life. Justitie zegt dat de agent in zijn recht stond. Hij mocht schieten om Babbitt tegen te houden. Het onderzoek is gesloten en hij wordt niet vervolgd. Maar moeder Mickey wil extra onderzoek. Ze wil dat de agent alsnog berecht wordt. Sophie van der Meer, RTL Nieuws, Washington.